Ik ben Ingrid van der Heijden van Civic Architecten. En we staan hier in het Schoenenkwartier in Waalwijk. Gert Kwekkeboom, een van de andere vier oprichters van Civic Architects. Samen met Rick ten Doeschaten en Jan Lebbink hebben we dit project ontworpen. Het Schoenenkwartier is een museum en een kenniscentrum en innovatiecentrum in één. Gebaseerd op de oude industrie die hier in Waalwijk jarenlang dominant is geweest. Die van leerbewerking en schoenenontwerp. De gemeente Waalwijk had de ambitie om het museum voor schoenen weer terug in het hart van de stad Waalwijk te brengen. En heeft daarvoor een selectie georganiseerd. Wij waren daarvoor uitgenodigd samen met een aantal andere architecten. Ons plan kwam als winnende plan uit de bus. Het voorstel wat we deden was een opzet voor een heel open museum. Een plek waar je allerlei nieuwe dingen kunt ontdekken, dingen kunt leren, maar ook dingen kunt doen. We staan hier in het centrum van Waalwijk op het Raadhuisplein. Waar een rijksmonumentaal gebouw staat, het oude raadhuis, door architect Alexander Kropholler. En een deel van het rijksmonumentale complex wordt nu gebruikt voor het museum. In het ontwerp is heel goed gekeken naar het monument van Kropholler en de stijlkenmerken die hij in zijn gebouwen toepaste. En we zijn daar op een hele vrije manier mee omgegaan. We hebben geprobeerd binnen de toch wel heftige kaders van de opgave toch iets heel bijzonders en uitzonderlijks te realiseren. Met de lage budgetten, maar ook met bestaande gebouwen die eigenlijk onmogelijk waren om naar een museum te transformeren. Dat we daar toch door creatief te zagen in bestaande betonarchitectuur, die door iedereen als onmogelijk en lelijk werd beschouwd, zie ik wel als een winst in dit project. Ook iets wat we geleerd hebben en toe kunnen passen naar de toekomst. De gemeente en museum hebben ons de ruimte te geven om zowel het interieur als het gebouw te ontwerpen. En dat stelde ons in staat om die ook met elkaar te verweven. En op de kleinste schaal en de grootste schaal één integrale totaalbeleving te ontwerpen. Je komt binnen in de ontvangstruimte met gecombineerde balie, labruimtes, winkels, café. Daar is ook een grote keramische wand gemaakt als blikvanger. Dat is een hele open verbinding met het museum zelf. Het is echt te gek om te zien hoe trots iedereen in deze stad op dit gebouw is. Enerzijds vanwege het museum, maar anderzijds zijn ze ook hartstikke trots op de architectuur. Dat is natuurlijk een mega compliment.